Rob is nog steeds op hygiëne-inspectie in Haarlem. Hij ziet een mooie, moderne broodjeszaak en wordt direct vrolijk onthaald. Maar echt welkom lijkt hij niet. Het was in eerste instantie een nee. Maar ik zag een twijfel in haar nee. Toen zei ik, joh, twijfel je? Ja, oké, okay, kom maar. Ja. Dus ja, ik kijk altijd naar je programma en ik heb altijd veel van je geleerd. Dus nou, kom dan maar. Rob is nieuwsgierig wat hij gaat aantreffen. Is er iets waar de eigenaresse zich voor schaamt? Nou, ik zal even kort uitleggen wat de bedoeling is. Ja, ik kijk jou heel graag. Echt waar? Ja. Dan zie je toch dat je met een ontzettende gedreven onderneemster te maken hebt. Want zei ook, ja, ik kijk elke week naar je en ik wil leren ervan. En ik ben zo zenuwachtig dat je er nu eigenlijk bent. Ik begin handen wassen. Het begon eigenlijk prima. Ik ging mijn handen wassen. Er was een handzeep voorradig. Papier in de directe omgeving. Ja, prullenbak met voetbedouw, hè? Ja. Ja, we kijken al naar jou. Nou, laten we even kijken wat voor moois je allemaal hebt. Roosjes. Hoe vaak maak je schoon? Zeker twee keer in de week. Ja, oké. Okay. Nou, je hebt netjes alles afgedekt, hè, in je koelvitrine? Ja, klopt. Je wordt allemaal elke dag versnijden. Alle producten keurig afgedekt. Nou, zo wil ik het graag zien. Dus het geeft ook een vertrouwd beeld naar een consument toe. Koeling? Koeling, ja. Hoi. Nou, dan ga je de koelkast in en dan zie je eigenlijk dat het prima gecodeerd is. Vloervrij, mooie schone binnenwanden. En alles gewoon lekker afgedekt. Nou, je codeert op deze manier? Ja. Die heb ik van jouw programma. Ja. Dat was een meisje, die had zo'n tang. Ja. En toen dacht ik, hey, dat is een goed idee. Dus dat hebben we eigenlijk meegenomen. Nou, het ziet er keurig netjes gewoon mooi schoon uit. Kan niet anders zeggen. Rob is blij verrast over wat hij aantreft. De inspectie loopt voorspoedig. Vaatwasser? Die doet het niet. Oh, okay. Ja, erg. Ja, we zijn een heel eenvoudige broodjeszaak, dus we zijn nu even de hand. Maar ja, je kent dat. Alles na 5 jaar. We staan precies 5 jaar. Dus ja. Ja, dat gaat alles kapot. Je registreert wel? Ik registreer wel, ja. Oké. Okay. Ja. Pico Bello. Zou hier een keurmerk in zitten? Ja. Ja. Nou, snijmachine is dat typisch een apparaat waarvan je altijd heel vaak ziet dat ze niet goed schoongemaakt worden. Nou, gelukkig in deze zaak spik en span. Leer even van jou. Ja. Dus, En voor de rest vind ik het wel niks uitzien hoor, moet ik zeggen. Ja. Huh? Kan niet anders zeggen. We gaan je een belonen. Voor echt? Oh, jeetje. Goeie werk. En ik vind dat je het echt leuk voor elkaar hebt. Dus, en dat mag gezegd worden. Nou, daar ben ik echt heel blij mee. Ze was zo blij. Echt. Ik denk dat je gaat huilen. Als het echt weer, want ze is zo. Als Rob komt, dan nog. Ja? Ja, top. Even zo. Nou, die meiden maken het schoon. Dus. En dames, we gaan belonen met een keurmerk. Super. Ja, dat is leuk. En het is denk ik een mooie beloning. Ja. Gefeliciteerd. Helemaal ja. Ik maak een programma al 9 jaar inmiddels. En het is ook hartstikke leuk dat horecaondernemers het echt op gaan pakken. Ja. Nou, kom, we gaan een mooi plekje geven. Deze dames mogen trots zijn. Gelukkig dat Rob deze keuken toch mocht inspecteren. Ja, ik ben wel heel erg blij. Ja, zoals ik al zei, ik ben er echt heel erg mee bezig. En ik vond het heel zenuwachtig. Het was best wel spannend dat hij er kwam. Met name meiden toe ook. Ze zijn ook al met schoonmaken bezig. Dus. Nou, top. Hier word ik vrolijk van. En zo wordt het.